Forellen vissen in Emst en Doornspijk, dat is al wel bekend. Maar in de gemeente Holbroek dat zeker nog niet. We hebben nu twee mannen gevonden die daar wel mee bezig zijn. Ik praat hier met... Barry. Barry, jij bent de eerste die eigenlijk forellen vissen hier binnen de gemeente Holbroek. Samen met broer, die we zo dadelijk gaan spreken natuurlijk. Om hier een forellenkwekerij te krijgen, oftewel een visserij daarvoor. Ja, hoe heb je die plannen bedacht? Hoe kom je tot dat idee? Nou, dat plan is denk ik een jaar of vier geleden is dit ontstaan. Omdat wij zelf samen in de bouw zitten. En de bouw is eigenlijk, het ligt helemaal op zijn gat. Ja, moet je wat anders verzinnen vanuit de WW. Dus zo gaande is dit plannetje geboren. En ik kwam zelf ook altijd op die forellenputten. Toen dacht ik, nou, dat kan hier ook. Zo doen we. Ja, jij bent degene die daar gelijk achter hebt gestaan natuurlijk. En ik praat met... Antoine. Gelijk achter staan? Nou nee, want ik hou zelf niet van vissen. Maar gaandeweg toch even plannen bekeken van hem. En dan denk ik van, eens keer wat anders proberen. Dat lijkt me ook wel wat. Dus zodoende met vooronderzoek heb ik dan gedaan. Hij ging naar de visvijvers toe. En dan kreeg ik de cijfers door, koppen tellen, hoeveel dat ze waren. Nou, en zodoende zijn we hier nu. Ja, hoe komen jullie zo op deze locatie terecht? Op deze locatie zijn we terechtgekomen. We hadden eerst een ander stuk land in gedachten, maar dat mocht niet van de gemeente. Toen zei de gemeente van, nou, hier mag het wel. En ja, toen hebben we met waterschap overlegd. En wat blijkt nou, hier zitten we op een wel. Dus het scheelt ons, we hebben geen dure pompen nodig. Want het water komt vanzelf. Moeder natuur doet het werk. Ja, er wordt inmiddels een eetbegin gemaakt. Wat zijn de plannen? Wat moet er gerealiseerd worden alles in totaliteit hier? Nou, dan moet je dus, als je ziet, dit is de achterste vijver. Dus dat is vijver 3. En dan moeten er dan nog twee bij komen. En met een kantine, de opslag van vis. Ook belangrijk waar wij voor gekozen hebben, komen twee mooie invalide stijgers. Dat een invalide hier ook kan komen vissen met zijn rolstoel. Er komen paden voor, dat hij verhard op de stijger kan komen. Ja, gewoon simpel. Wij houden het niet van luxe, gewoon simpel vissen en dat is het. Gewoon. Ja, jullie hebben ook opslag nodig natuurlijk. Want ja, de vissen die worden, zoals ik vaak heb ervaren, per dag uitgezet. Ja. Want ja, er wordt leeg gevist en er moet weer vol. Heb je daar opslagmogelijkheden voor, ook heel kort bij? Ja, dat komt allemaal vooraan. Want die gele kraan over staat, daar komt straks de opslag van de vis. En dat zijn van 5 bakken van 7 kuub stuk, hè? Ja, 7 kuub stuk. En daar wordt de vis in opgeslagen met een lichtpompje en zoals het hoort. En daar komt de vis dus in. Ging het makkelijk om dit te realiseren op deze manier? Nou, makkelijk. Het is heel veel zijn tijd nodig. Je moet niet denken van ik begin met het idee en volgend jaar heb ik het. Je hebt aan verschillende wetten te voldoen. Eerst hebben we een principeakkoord moeten hebben. Dus, maar ja, dan kom je bezig met de Flora-Fauna-wet, Natura 2000. Dus dan komen er allemaal van die mannetjes hier in het land. En die gaan even kijken naar de vogeltjes, naar die decibellen van de snelweg. Nou, en is dat goedgekeurd, dan moet het bestemmingsplan nog gewijzigd worden. Dit is nog momenteel gewijzigd naar recreatie. Het was eerst agrarisch. Nou, dan zit je weer door die molen. Dan moet je nog weer naar de gemeente toe, want die gaan ook weer met elkaar babbelen. Dus dan moeten we naar zo'n raadsvergadering. Nou, daar zijn we ook geweest, netjes het woord gedaan en ze waren allemaal vrij positief. En wanneer denk je dat dit alles gerealiseerd is? Mijn planning is mei gaan we los. Dus in mei moet het gebeuren? In mei moet het gebeuren. Het zal misschien met een paar weken uit kunnen lopen, maar dan moet het wel gaan gebeuren. Wat voor soort forellen wordt het? Regenboog en allerlei types en soorten? Nou, wij willen gewoon eerst zien dat het regenboog wordt. En zalmforel, zalmforel is gewoon een regenboogforel. Ja. Het is net wat we voeren als je krijgt. Ja, dan mis je op den duur toch dat dit een catch and release vijver gaat worden. Of we gaan denken van, nou, er komt toch steur in, of er komt meerval in. Ja, dat moet de tijd nog even uitbrengen. Maar eerst, de eerste instantie alleen forel, zalmforel. Heb je ook al over nagedacht hoeveel je aan vissers loslaat per vijver? Ja, dat is per vijver verschillend. Het is een beetje, de ene zal drie vissen, de andere 4. En dan dit moet nog even bekijken hoe dat precies gaat doen. Ja, en dan de aantal mensen die gaan komen. Stel dat er 10 komen, die kunnen op een vijver vissen. Heb je daar een limiet voor dat je zegt, oh,
tot hier doen wij niet verder? Die gaat er wel komen. Want we zitten natuurlijk ook met parkeergelegenheid. Dus daar zit je ook mee. Het is niet zo dat ik er alles helemaal stampende vol moet zitten met visjes. Het moet wel leuk blijven. En haalbaar. Ja, en Antoine, ja, je moet een limiet hebben. Hè? Ja, hij is, de capaciteit is berekend op 125 vissers per dagdeel. Daar is hij op berekend. Dus maar ook met de parkeerplekken en alles. Dus we moeten hem niet over gaan belasten. Want als het allemaal hutje-mutje wordt, dan wordt het ook niks. Nee, want dan heb je ook kans dat mensen zeggen, daar komt het niet weer, het is me veel te gek daar. Juist. En kijk, je moet ook wel een beetje, het moet ook wel een beetje gezellig blijven en een beetje ook de rust voor de natuur, ook voor jezelf. Daar draait het ook wel een beetje om, dus ja, gewoon bij de basis een beetje blijven en dan zien we eens verder. We zullen zeker zien wat het gaat worden, het wordt wel spannend. Heb je nog een speciaal idee om een aparte vis erbij in te poten? Nou, ik zit nog wel iets aan te denken. Ja, in Slovenië noemen ze hem de Jugo Jugo. Ja. Maar ik wil nog even kijken wat die, hoe ik dat het beste kan doen. Er moet hier ook kunnen leven. Hè? Als het hier in het water niet kan leven, begin ik er niet aan. Maar ik wil nog wel iets aparts erin gaan doen. Heel goed. Dat ook vooral in de vliegviswereld, dat die ook wat appartigheid hebben. Dus dat komt nog. Alle vertrouwen in dus om straks een start te maken zoals je broer zei van we gaan dan starten in mei. Ja. Nou, we zullen afwachten. Het weer zit mee. Het weer zit mee, ja. We zitten de goede kant op. Klopt. Dus we zullen zien. Hij zegt mee, ik zeg juni. Wij komen zeker weer. Ja, dat mag. Je mag alle tijden weer komen. Dank u wel. Dank u wel.